De projecten die Kiwani steunt zijn allemaal waardevol en onontbeerlijk om kinderen een beter leven te geven. Maar af en toe zijn er die door hun omvang en originaliteit nog meer uitspringen. En die willen we hier wat meer belichten. Quel que soit le type de cette difficulté, avec une devise qui est serving the children of the world. Le Kiwanis Belgique-Luxembourg est partenaire des Urban Youth Games depuis l'année dernière. Le 26 mai, les Urban Youth Games se sont déroulés avec 1500 enfants de 17 villes belges, issus d'écoles générales et spécialisées. Chaque enfant, fille ou garçon, avec ou sans handicap, sans distinction d'origine ou de religion, est le bienvenu. Tous ont la chance de pouvoir s'essayer ensemble à différentes disciplines sportives. Le Kiwanis était présent avec des bénévoles pour aider lors de cette manifestation inclusive. Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une future longue collaboration et nous lançons un appel chaleureux aux autres clubs pour qu'ils investissent également dans cette belle aventure. Sinds 1979, het begin van de wedstrijden in België, heeft Special Olympics België kunnen rekenen op de steun en hulp van de Kiwanis Belgium Luxembourg. Zowel door de deelname van vrijwilligers als door financiële hulp en sponsoring. De bijdrage van Kiwanis voor de jaarlijkse Spelen ligt hoofdzakelijk op drie gebieden. Vrijwilligers, Kiwanis Villages en financiële tegemoetkomingen. Kiwanis zelf was aanwezig met een honderdtal vrijwilligers die het beste gaven van zichzelf. Daarnaast is er nog eens 25.000 euro opgehaald bij verschillende Kiwanis clubs van het district. Een van de deelnemsters aan de Special Olympics is de gymnaste Blanche. Zij werd geselecteerd voor de World Special Olympics te Berlijn, waar ze een schitterende prestatie neerzette. Twee Kiwanis clubs, de Young Professionals Wervik en Yper Vlakkeland, gaven haar hiervoor een duwtje in de rug. We laten u genieten van haar prestatie. Een van de activiteiten die hier voor fondsen opdracht is het Kids Festival. Kids Festival is een familie-event georganiseerd door serviceclub Kiwanis Yper Vlakkeland. Niet minder dan 2500 kids gaan gedurende een ganse dag uit de bol samen met hun idolen zoals Kabouter Plop, K3, de Catnet Band, Like Me, Camille, Pauline en nog veel meer. Tussen de optredens door is er tal van randanimatie zoals springkastelen en kindergriemen. Niemand kan zich vervelen en beleeft een prachtige dag. Naast de betalende gasten zijn er ook een 250-tal kinderen uit allerhande instituten van de streek uitgenodigd om als echte VIP dit festival bij te wonen. Voor hen een onvergetelijke dag. En na de optredens steekt een DJ een heus dansfeest op gang. Kiwanis Club Aals nam het initiatief, samen met Koen Wouters, Peter van het kinderrevalidatiecentrum UZ Gent, om een fundraisingavond te organiseren waarbij Clouseau een exclusief optreden verzorgde. De avond was een gigantisch succes en een schoolvoorbeeld van Friendship to Service en vooral veel fun. Met de opbrengsten kon dokter Ruud van Loveren met de patiënten en hun vrienden en vriendinnen een videoclip realiseren. Met hun optreden hebben ze zichzelf ruimschoots overtroffen. Kiwanis was aanwezig bij de persvoorstelling van de videoclip.